Voordat u nu naar reclame en nieuws kunt kijken, wijs ik u nog even op de extra KRO-uitzending aan het eind van de avond in verband met het overlijden van Ludy Nijhoff. U kunt haar zien in de Nederlandse speelfilm Zwerfsters, straks na de ster en het late NOS-journaal. Hé, weer heerlijk fris. Gewoon, met vizier. Ik was veel. Dus wil ik een goed wasmiddel dat ook voordelig is. Een vizier is normaal zo'n 3 piek goedkoper dan die dure wasmiddelen. Vizier, schone was, lage prijs. Tot 3 gulden goedkoper. Are you colder than I am? How is that? Heads up, look out! Wait a minute, can you see anything yet? Just a second, settle down. He's opening the refrigerator. Oh. Oh, what does he have? What does he have? I can't see through you. But you move over, please. Wait a minute. Is he? Come on, toilet! Definitely second. Coca-Cola. Wat is nog moeilijker dan het schoonmaken van 1 ovenschaal? 3 ovenschalen. Wat een uitdaging. Deze experts zetten schaal op schaal op schaal om Sun Micro te testen. Sun Micro met geconcentreerde waskracht verwijdert zelfs hardnekkige etensresten. Dat betekent een stralend en glashelder resultaat. Probeer Sun Micro. Sun. Schoner kan het niet. Laat ze spelen. Bel Terre Zon 06 300 170. Want zonder jeugd heeft een kind geen leven. NOS, het journaal. Goedenavond, dames en heren. De dreiging van een totale oorlog in Kroatië is nog lang niet geweken. De vredesgesprekken in Genève tussen de Kroatische regering en de Kroatische Serviërs hebben geen enkel tastbaar resultaat opgeleverd. En Servische artillerie heeft de Kroatische havenstad Dubrovnik onder vuur genomen. Toch gloort volgens de Amerikaanse ambassadeur in Belgrado een sprankje hoop op een bestand rond de Krajina. Ambassadeur Galbraith baseert zijn optimisme op een gesprek met de leider van de Kroatische Serviërs Milan Babic. Die zou akkoord zijn gegaan met een vredesplan waarin de Krajina weer open gaat. It is our view that negotiations should proceed, that there should be an opportunity to try and find a peaceful settlement, because a war would be enormously costly in terms of human life for both the Croatians and for the Serbian side. Het vredesberaad in Genève werd gevoerd door diplomaten met een lagere status en leverde geen concreet akkoord op. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken van die gesprekken. Serbi su predstavnici hrvatskih pobunjenih Srba su odbili započimanje procesa mirne reintegracije, prema tome naravno da progresa nažalost nema. Croatian side has not accepted anything. The Croatian side has given its own proposals to the solution of this problem. VN-bemiddelaar Stoltenberg is optimistischer en hoopt morgen een akkoord te sluiten als hij zelf naar Kroatië en de Krajina gaat. Het gebied is inmiddels omsingeld door ongeveer 120.000 Kroatische militairen. Die voeren al beschietingen uit op Knin, de hoofdstad van de rebellen. De Kroatische Serviërs, die 50.000 man hebben ingezet, hebben het afgelopen etmaal Dubrovnik en Kroatische stellingen bij Klamoc gebombardeerd. De Kroaten zijn bij de slag om de Krajina dus veruit in de meerderheid. En ze beschikken over modern, splinternieuw materieel. Ondanks het VN-wapenembargo dat ook nog altijd voor Kroatië geldt. Volgens het Openbaar Ministerie in Arnhem is er niets waar van de beschuldigingen tegen de Nederlandse VN-militairen in de moslim-enclave Srebrenica. De Nederlandse blauwhelmen hebben zich niet schuldig gemaakt aan misdragingen. Dat concludeert justitie na een aanvullend onderzoek. Gezegd was dat aan kinderen aanmaakblokjes als snoepjes waren gegeven en dat ze met geweerkolven waren mishandeld. Defensie wist het in juni al zeker.
De Nederlandse VN-militairen in het voormalige Joegoslavië valt niets te verwijten. Uit onderzoek bleek dat de Nederlandse blauwhelmen zich niet hadden misdragen tegenover de lokale bevolking. Maar op de dag dat minister Voorhoeven van Defensie dat nieuws bekendmaakte, vertelde een voormalig VN-soldaat op de NCV-televisie een heel ander verhaal. Hij had gezien dat Nederlandse soldaten aanmaakblokjes als snoepjes aan kinderen hadden gegeven. Het Openbaar Ministerie in Arnhem liet na het interview een nieuw onderzoek instellen door de koninklijke marechaussee. Maar het verhoor leverde niets op. Hij heeft daarbij een naam genoemd van iemand, een voornaam, die dat dan gedaan zou hebben. Op die voornaam is dus vervolgens gerechercheerd. We hebben daarvoor bij de crisisstaf en in Joegoslavië alle transporten nagetrokken. En dat is dus niet gelukt om die persoon te achterhalen. 31 juli hebben we opnieuw de betrokken persoon gehoord. Toen wist hij niet zeker of de voornaam de juiste voornaam was. Hij noemde hem bij die naam, zei hij. En hij wist ook niet zeker op welke datum dat transport had plaatsgevonden. En daarmee lopen we absoluut vast om de identiteit van die persoon vast te stellen. Minister Voorhoeven schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij verheugd is over de uitkomsten van het onderzoek. De oorlog in Tsjetsjenië is officieel voorbij. Dat zei president Yeltsin vanavond in een televisietoespraak. De vrijheidsstrijders worden ontwapend, de Russische troepen zullen zich grotendeels terugtrekken en er komen vrije verkiezingen, zo beloofde Yeltsin. En ook betuigde hij zijn spijt over de talloze doden die zijn gevallen. Приношу соболезнования семьям, родным и близким погибших российских солдат и офицеров, мирных граждан. Наш долг оказать всю необходимую помощь семьям погибших, осиротевшим детям. De oorlog in Tsjetsjenië heeft tenminste aan 2000 Russische soldaten het leven gekost en volgens schattingen verloren zeker 24.000 burgers het leven. De strijdende partijen kwamen pas onder onderhandelingstafel te zitten na een terroristische actie in Zuid-Rusland waarbij nog eens 120 doden vielen. Alle problemen zijn nog niet opgelost. Rebellenleider Dudayev houdt vast aan het ideaal van een onafhankelijk Tsjetsjenië. President Yeltsin sloot dat in zijn toespraak vanavond uit. Niet alle Tsjetsjenische strijders lijken van plan de wapens neer te leggen. Nog dagelijks wordt het Russische leger in en om de hoofdstad Grozny verrast door aanvallen waarbij doden vallen. President Yeltsin sprak de hoop uit in zijn toespraak dat na de bloedige oorlog uiteindelijk vriendschap tussen de Caucasische volkeren en Rusland sterker zal blijken te zijn dan haat. Vannacht kan een enkele mistbank ontstaan. Overdag zijn er flinke zonnige perioden en het blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Waddeneilanden tot 28 in het zuiden van het land. En dit was het allerlaatste journaal van vandaag. Vanaf morgenochtend 7 uur dan zijn we weer terug met de ochtendbulletins. Ik wens u een goede nacht. Dan vraag ik u nu aandacht voor een extra uitzending. Afgelopen dinsdag overleed op 94-jarige leeftijd Ludy Nijhoff. Als herinnering aan deze onvergetelijke actrice wil de KRO u nu nogmaals laten genieten van de korte speelfilm Zwerfsters, die Marja Kok in 1989 regisseerde. Ludy Nijhoff was ten tijde van de opname 89 jaar. Ze speelt een bejaarde dame in Amsterdam die zich nog goed kan redden, maar alleen wat verstrooid wordt. Zo vergeet ze op een dag haar sleutels. Het was een rol die Ludy Nijhoff op het lijf geschreven was. Bijna een tikkeltje te veel, vond ze zelf.